deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. Ik wil vandaag lekker niet naar school, maar ik moet wel werken van 7:30 tot 7:30. En daarna ga ik eventjes sporten met Zoe, want dat is echt oprecht al 3 of 4 maanden geleden. Dus we gaan er weer eventjes tegenaan. Het is nu 12:00. Ik ga even de hond uitlaten. En dan ga ik eventjes een video opnemen. Namelijk een naked shopvlog. Maar niet zomaar een naked shopvlog, want ik heb de items niet zelf uitgekozen, want Milan heeft ze uitgekozen. Hij moest helaas vandaag werken en de rest van de week ook. Dus we konden de video niet samen opnemen. Maar ik wilde hem wel heel graag opnemen. Dus ik dacht, ik doe het gewoon lekker maar eentje. Maakt voor deze keer ook niet uit, dan doen we het de volgende keer dat hij er wel bij is. Maar ik moet nu eerst eventjes Bodie uitlaten. En dan ga ik daarna filmen. Daarna moet ik nog eventjes leren voor school, want ik heb morgen een herkansing. En dan lekker werken en sporten. En ik denk echt dat ik met sporten helemaal dood ga zijn, maar goed. En mijn vader heeft gisteren gezegd dat we ergens deze week of volgende week de kamer van mijn broertje en mij gaan veranderen. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. Maar ik denk dat ik daar een aparte video over ga maken, dat dat wel heel erg leuk is. Dus laat eventjes weten in de reacties of jullie het leuk vinden als ik daar een aparte video over maak. Of dat ik het verwerk in mijn weekvlogs, want dan kan ik dat gaan doen. Naked shoplog heb ik opgenomen. Als het goed is, is die voor jullie afgelopen vrijdag online gekomen. En ik dacht, de camera staat nu toch nog op het statief. Dus laat ik maar eventjes deze box aan jullie zien. Dit is namelijk de Beauty Evoke box. Die heb ik weer mogen ontvangen. De afgelopen zomereditie heb ik ook mogen ontvangen. En dit is de herfsteditie. En ik ben echt super excited. Want vorige keer vond ik het echt een onwijs chille box. Er zitten nu weer 20 full size producten in. Het waarde van €292. Terwijl je de box dus kan aanschaffen voor €69,95. Dus dat is natuurlijk echt een bizar verschil. Dus laat ik het maar snel met jullie openmaken. Kijk allereerst eventjes wat voor mooie doos dit is. Dit is toch, hier word je toch verliefd van. Oh, oh my god, zoveel producten. Allereerst zit er een lijst in met alle producten die erin zitten en de prijzen daarvan. En zoals ik al zei, heeft deze box dus een waarde van €292. Maar ik vind het wel leuker om het met jullie open te maken dan alles voor te lezen. Dus dat gaan we gewoon doen. Er zit echt super veel product in deze box. En zoals je kunt zien, is van die oranje papiertjes ertussen gedaan voor een beetje de herfstsfeer. Ik ben echt heel benieuwd wat erin zit. Dus laten we maar gaan kijken. Als allereerst zie ik een kaartje met 10% korting op mijn volgende bestelling bij Look X. In de vorige box had ik hier een bronzer van gekregen. En die vond ik echt heel erg chill. Dus met deze 10 euro korting ben ik heel blij. Dan het volgende is het haarmasker van Enectode Argan Hair Repair Treatment. En ik hou heel erg van haarmaskers en dingen voor in mijn haar en zo. Dus hier ben ik heel blij mee. En hij ruikt heel lekker. Dus die. Dan van Knijp deze douchegel. En douchegel kan je nooit genoeg hebben bij ons in huis gebruikt. Gewoon iedereen dezelfde douchegel. Dus het gaat er super snel doorheen. En deze ruikt echt heel erg lekker. En ik vind de douchegels van Knijp altijd heel fijn. Dus met deze ben ik ook heel blij. Dan van het merk Douche. Een cheek blush. Ik ken het merk verder zelf niet. Maar het is in ieder geval in de kleur 64 So Good. En het ziet eruit als een mooi oud roze kleurtje. En daar ben ik heel blij mee. Want ik hou echt niet van die mega felle kleurtjes. Dit is het doosje. Zo'n heel mooi spiegelachtig doosje. Dan eventjes kijken. Dit is de kleur. Echt super mooi. Ik hou niet van echt hele opvallende blush. Dus deze blush is voor mij echt perfect. Dan deze twee producten van Dove. De Derma Spa Beauty Sleep. Dit zijn dus twee producten die je op kan doen voordat je gaat slapen. Dit is een handcreme en dit is een body lotion. Dus die twee van Dove. Dan iets waar ik heel gelukkig van word. En dat is deze geurkaars van Therm. De Saigon Pink Lotus. Hij brandt ongeveer 40 uur. Dus dat is echt vet lang. Kijk nou hoe mooi dit kleurtje is. Het is echt precies dezelfde kleur als de muur in mijn kamer bij mijn moeder. Dus die ga ik lekker daar naar zetten. En hij ruikt echt heel lekker. Dan ook van Therm en weer van dezelfde lijn een homespray. Ook weer in die Saigon Pink Lotus. En ik vind zo'n spray altijd super chill. Want soms stinkt mijn kamer wel eens. Of we hebben bijvoorbeeld een hond. Als hij te lang in de gang ligt, stinkt dat ook heel erg. Dus dan is het gewoon heel erg chill om zo'n spray op te kunnen spuiten. En hij ruikt gewoon echt exact hetzelfde naar de kaars. Echt super lekker. Dan iets waar je nooit genoeg van kan hebben is een droog shampoo. Deze is van Colab. De Dry Shampoo Tropical. Ik heb nog nooit van dit merk een droog shampoo gehad. Ik gebruik ze eigenlijk altijd van Batiste. Maar ik hoor altijd heel veel goede verhalen over deze. Dus ik ben heel benieuwd. Maar die kan wel wat droog shampoo gebruiken. Oeh, hij ruikt echt super lekker. Wat ik altijd doe is gewoon een beetje bovenop en dan een beetje inmasseren. Oh, je krijgt geen witte waas van deze. Dat is wel echt super chill. Ik gebruik droog shampoo niet altijd alleen als mijn haar vettig is. Maar bijvoorbeeld ook als ik het gesteld heb en wat meer volume erin wil. Daar werkt het voor mij ook altijd heel erg goed bij. En deze ruikt ook nog eens lekker. Dus dat is ook een extra pluspuntje. Dan zit er van Look X nog een oogpotloodje in een
mooie donkergroene kleur. Ik gebruik zelf eigenlijk nooit oogpotlood. Ik gebruik eigenlijk bijna zelf nooit make-up. Maar ik vind het gewoon heel erg leuk om te hebben. Ja, ik vind het gewoon leuk om make-up te sparen en make-up te hebben. Dus deze komt zeker van pas. Het is echt een hele mooie mos donkergroene kleur. Ik weet niet of je het op camera goed kunt zien, maar I like it. Dan zit er van Bourjois nog een lipglossje in. En ja, lipglossjes kan je nooit genoeg hebben. Dat gebruik ik dan weer wel als ik af en toe uitga. Dit is de Rouge Edition Velvet. In een mooie, ja, beetje oud roze bruin kleurtje. En die is in de kleur 3140 Beige. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar het is in ieder geval kleurtje 31. Dan zit er van het merkje Savron deze nagellak in. Ik ken het merk zelf verder niet, maar ik vind het echt een super mooi kleurtje. Dan zit er van Petal & Fresh een volume shampoo en conditioner in. Ik ken het merk zelf verder niet, maar dat is dus alleen maar leuker om het uit te proberen. Dus die twee. Dan van Olaz deze anti-aging serum voor je gezicht. En in de vorige box heb ik ook een product van Olaz gekregen. En die bevalt me echt heel erg. Dus ik ben heel erg benieuwd naar deze. Het is dus een serum. Want als er wat uitkomt. Ja. Het is gewoon een witte serum. Makkelijk uit te smeren. En het is dus anti-aging. Daar heb ik nou nog niet echt heel erg last van. Maar het is nooit verkeerd volgens mij om dat soort dingen te gebruiken. Hij voelt echt heel zacht aan. Heel chill. Naar deze ben ik ook heel erg benieuwd. En ik heb natuurlijk laatst, of ik weet niet of ik dat heb verteld eigenlijk. Ik heb zo'n jaderoller besteld. En dat is heel erg goed om bijvoorbeeld daar serums ook mee in te masseren in je huid. Dus daar kan ik deze ook zeker voor gebruiken. Het Olaz 3-zone verstevigende serum vormt één aanvulling op de hydraterende crème. En biedt een superieuze stevigheid aan de ogen, kaaklijn en hals. Omdat het een hoge concentratie werkzame bestandsdelen bevat. Het serum heeft een ultralichte formule die je huid voller maakt. Het serum verstevigt je huid voor een gelichte uitstraling en vermindert de zichtbaarheid van fijne lijntjes en rimpels. Het hydrateert de elasticiteit van je huid te verbeteren en helpt je huid exfoliëren, glad maken en revitaliseren. Dan iets waar ik echt onwijs benieuwd naar ben, dat is dit wimperserum. Ik heb wel eens dat wimperserum van de Kruidvat gebruikt, die werkt echt heel erg goed. Maar er waren toen een paar complicaties volgens mij mee ofzo, dus die is toen uit het assortiment gehaald. Dus ik ben heel erg benieuwd naar deze. Deze is van Grande Lash MD. Ik ken het merk zelf verder niet. Maar het zit wel in een hele mooie verpakking. En deze ga ik gewoon de komende paar weken uitproberen. De komende paar maanden uitproberen in mijn weekvlogs. Dus wil je nou weten wat ik hiervan vind? Hou dan mijn weekvlogs zeker weten eventjes in de gaten. Dan zit er nog een puimsteen in. En ik weet niet of mensen weten wat het is. Maar dit is om eelt weg te halen. En ik heb best wel veel last van eelt op mijn voeten. Nou ja, veel. Het valt op zich wel mee. Ik heb een paar plekjes waar dan echt grotere stukken eelt zit. Omdat ik heb vroeger echt heel erg veel gedanst. En ook op spietsen en zo. En daar krijg ik gewoon eelt van. Dus dit vind ik altijd wel heel erg chill om te hebben. Dan van Carrier deze lavendelolie voor op je gezicht. En zoals ik net al zei, heb ik dus een jaderoller besteld. Of een jade roller, hoe je het wil noemen. En dat kan je dus ook met olie gebruiken. En ik had nog geen gezichtsolie. Dus hier ben ik ook echt onwijs blij mee. Het is best wel een grote verpakking nog. En het is zeg maar gewoon zo'n druppelsysteem wat je... Wat je heel vaak ziet. En dit is dus met lavendel. En ik hou echt heel erg van lavendel. Het is een gezichtsolie voor een gladde en stralende huid. Dus deze ga ik ook zeker uittesten als mijn jaderoller binnen is. Dan dit gel serum van Salcura. Ik ken het merk zelf verder niet. Maar dit is dus een serum wat je bijvoorbeeld op puistjes kan doen. Want er zit tea tree in. Dus dat droogt het dan uit. Ik heb zelf niet heel erg veel last van puistjes. Maar als ik het heb, vind ik het dus inderdaad wel fijn om zoiets erop te smeren. Ik heb zoiets al gehad van mijn tante vroeger. Dat hielp altijd echt onwijs goed. Dus ik ben heel erg benieuwd of deze hetzelfde gaat doen. Stelt die scherp? Ja. Dan van Garnier deze reinigingsgel voor het gezicht. Ik ben altijd heel erg benieuwd naar gezichtsproducten. Dus ook naar deze. En deze ga ik zeker uitproberen. Dan van het merkje Vita Liberata. Ik ken het merk zelf verder niet. Maar de Beauty Blur Skin Tone Optimizer. In de kleur Latte. Die zou je dus kunnen gebruiken als primer. En zou dus de oneffenheden moeten vervagen in je gezicht. Zo ziet het eruit. Een heel mooi oud roze kleurtje met rosé goud. En een pompje. Het is een... Ja, voor mij op zich wel een goede huidskleur volgens mij. Ik heb een beetje veel aangebracht. Maar als je hem uitsmeert vervaagt de kleur wel weer een beetje. Dus in principe zou die voor de meeste mensen denk ik wel moeten kunnen. Je ziet hem ver... Niet meer zitten ofzo. En dit zou dus je oneffenheden moeten vervagen. Voordat je je foundation gaat
zou gaan aanbrengen. En moet dus een soort van Insta-filter op je gezicht geven. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik gebruik zelf niet zo vaak foundation. Dus dit zou ik ook niet heel vaak gebruiken. Maar voor feestjes vind ik dit wel heel erg interessant om uit te testen. En toen was de box weer leeg. Wil je nou weten wat ik van al deze producten vind? Blijf dan zeker mijn weekvlogs volgen. Want ik denk dat ik heel veel van deze dingetjes wel zal testen in mijn weekvlogs. Of zal laten weten wat ik ervan vind. Wil je nou ook deze box aanschaffen? Ik zal een linkje in de beschrijving zetten waar je hem kunt vinden. Ik ga even al deze producten opruimen en lekker eten. Ik heb even lekker gegeten. Ik had 3 boterhammen omdat het ook gelijk een soort van mijn avondeten is. Want ik werk natuurlijk van 4:30 tot 8:30 en dan ga ik sporten. Dus anders kan ik pas om 8:30 of 9:00 eten. Dus ik had er eventjes 3. Ik ga me nu eventjes omkleden. Ik doe gelijk mijn sportlegging aan en ik hou gewoon dit shirt aan. Want ik ga daarna dus sporten zoals ik al zei. Ik doe ook mijn sportschoenen aan. Deze Nike's. En dan ga ik lekker werken. En het is gezellig met Tess. Dus dat vind ik op zich niet zo erg. En het zijn ook wel leuke kindjes vandaag. Dus ja. Het is dinsdag vandaag. Het is ongeveer 1:15. Ik ben net eventjes naar school geweest. Een uurtje om een herkansing te maken. En om 1:50 komt Rome ophalen. Want dan moeten we tot 6:00 in de spa stage lopen. Dus ik heb al een halve dag erop zitten. Maar ik moet ook nog een halve dag. Mijn haar wil echt niet meewerken. Het is echt enorm bizar vet. Ik dacht gisteravond in de douche. Ja, ik maak het alleen even nat. Ik was het niet. Doe ik dat morgen wel met een haarmasker en zo mijn haar. Maar ik had het beter wel kunnen doen. Want het ziet er echt niet uit. Het is rete vet. Ik heb er wel droogshampoo in gedaan. Maar het zit alsnog niet. Maar ik ga er zo meteen even een knot in gooien. Ik heb deze trui aan van Naked. Die is nieuw. Video is afgelopen vrijdag voor jullie online gaan komen. Waarin je die kunt zien. Zo, goedemorgen. Ik kom lekker aan mijn woorden. Ik heb mijn H&M pantalon aan. Maar dat moet voor school. En ik doe... denk ik ook mijn nieuwe Naked jas aan. Want daar heb ik wel zin in. Dus die doe ik lekker aan met mijn Sandra's. Niks moeilijks, niks boeiends. Als het goed is komt er vanavond een meisje kijken voor mijn Sandra's. Want die had ik op United Wardrobe gezet. Maar dat meisje woont hier in de buurt. Dus ze vroeg of ze even mocht passen. Dus als het goed is komt zij vanavond. Ik heb haar met een bericht gestuurd of het nog doorgaat. Maar ze heeft nog niet geantwoord. Dus even afwachten. Vanavond ga ik weer samen slapen met Milan. Dus dat is heel erg gezellig. En voor de rest heb ik voor vandaag eigenlijk niet echt iets bijzonders te melden of te doen. En zaterdag zijn mijn broertje en mijn moeder jarig. Maar dan moet ik dus ook stage lopen in de spa. Maar daardoor ben ik donderdag wel vrij. En dan ga ik dus donderdag inkopen doen met Char voor de nieuwe vlot collectie. Dus dat zullen jullie ook in deze weekvlog zien. En zal ik alvast een paar kleine sneak peeks geven. Dus dat is misschien heel erg leuk. Ik ga beneden nog even een stukje van de vlog van Rosa kijken. Want daar had ik gisteren echt totaal geen tijd voor. Na het werk gisteren ging ik natuurlijk sporten met Zoe en daarna ging ik Miel ophalen. Want die bleef hier slapen. Hij is nu naar zijn werk toe. Dus daar had ik gisteren geen tijd voor. En ik had gisteren natuurlijk die kaars laten zien van Term. Oeps. En ik heb hem gisteren gebrand met Miel. En dan rijd ik zo lekker heel mijn kamer rook naar die kaars. En het was echt goddelijk. Dus dat. Ik ga eventjes wat aan mijn haar doen. Want dat mag wel gebeuren. Tas inpakken. Spullen pakken voor stage of spa, hoe je het wil noemen. En dan wil kijken. En er... Net eventjes niet op de troep van mijn kamer, maar ik vind het dus echt wel heel leuk. Zijn of zo, met zo'n pantalon en dan die roze trui met dat grijs. Ik weet niet, I like it. I like it a lot. Nu wachten op Ro en dan ga ik naar stage. Het is woensdag, ik ben weer thuis van school. Het is nu 4:10. Ik had vanmorgen een beetje haast, dus ik had echt geen tijd om te filmen. En op school mag ik niet filmen, dus vandaar dat ik hem nu pas open. Ik heb eigenlijk heel de dag gewoon les gehad op school. Van 9:00 tot 4:00. Maar we mochten dus eerder weg. Dus ik ben lekker nu al thuis. Ik ga lekker filmpjes kijken en in bed liggen. Ik ga jullie ook nog eventjes een pakketje laten zien. Want ik heb een pakketje ontvangen. En voor de rest ga ik lekker heel de avond niks doen. Mijn vader die gaat met Sam naar een voetbalwedstrijd. Dus wat qua avondeten de planning is, heb ik ook geen idee. Anders heb ik namelijk echt heel erg veel zin om lekker een broodje met mozzarella en tomaat en zo te maken. Maar ik zie ook pasta liggen. Dat vind ik ook wel lekker. Dus even kijken wat de planning daarvoor is. Morgen ben ik vrij van school. Het is woensdag vandaag. Ik ben alweer thuis van school. Het is 4:15. Ik had les van 9:00 tot 4:00. Maar mocht eerder weg. Dus vandaar dat ik nu al thuis ben. Ik had me vanmorgen een beetje, nou niet echt verslapen. Maar ik had uiteindelijk gewoon heel veel haast. Want ik was gewoon veel te lang in bed blijven liggen. Dus ik moest een beetje opschieten. En op school mocht ik niet filmen. Dus vandaar dat ik nu pas voor de eerst film. Ik ga eventjes 2 pakketjes terugbrengen. Eentje van de H&M en die teddyjas die jullie in mijn vorige week vlog hadden kunnen zien. Want ik heb hem nog een keertje aangehad, maar ik vind hem echt veel te groot. En ik had gezien dat ze bij de H&M ook een teddyjas hebben. Dus misschien dat ik voor die eventjes ga kijken. Maar dat weet ik nog niet zeker. Maar die ga ik in ieder geval eventjes terugbrengen.
Morgen hoef ik lekker niet naar school toe. Omdat ik, of nou, morgen hoef ik niet naar de spa toe. Omdat ik zaterdag in de spa moet lopen. Dus dat is ook super chill. Dus morgen gaan Sjorn en ik inkopen doen. Maar volgens mij had ik dat al verteld. Ik heb vandaag mijn nieuwe jas aan van Naked. En deze trui van Gislovise. En gewoon, oh, mijn zwarte flarebroek. En ik heb zo bizar veel spierpijn. Dat is echt niet normaal. Ik was natuurlijk maandagavond met Zoe weer sporten. En gisteren had ik al een beetje spierpijn. Maar nu, als ik loop, voel ik gewoon alle spieren in mijn been. Voel ik gewoon samen trekken, zeg maar. Dus dat is echt killing. Maar gelukkig heb ik dus morgen geen stage. Vrijdag wel. Dus ik hoop echt dat het vrijdag weg is. Anders ga ik vrijdag ook echt dood, denk ik. Ik heb echt super veel honger. Of ja, trek. Maar heel misschien dat ik vanavond met mijn vader naar IKEA ga. Dat is nog niet zeker, want mijn broertje heeft ook een wedstrijd. En anders van het weekend even naar de IKEA. Maar ik heb echt super veel zin om naar de IKEA te gaan. Ik heb ook geen idee wat we gaan eten vanavond. Ik hoop iets lekkers. En ik moet de vaatwasser uitruimen. We hebben altijd een soort van regel in het huis. Of nou, niet echt een regel, maar het is gewoon een standaard iets van degene die het vroegst vrij is of als eerst thuis is, ruimt de vaatwasser uit. Nu zie ik de tas van mijn broertje staan. Dus hij was als eerst vrij. Geen idee waar het kind is gebleven. Maar hij heeft niet vaak als er uitgeruimd. Dus dat uitgeruimd. Dus dat moet ik doen. Maar ik ga eerst eventjes die pakketjes naar het postkantoor brengen. Voordat het dicht is. En daarna ga ik lekker filmpjes kijken. Ik ben een beetje overbelicht volgens mij. Oh, ik moet jullie ook nog eventjes een pakketje laten zien trouwens. Die ik heb ontvangen. En daarna ga ik lekker filmpjes kijken. Maar eerst naar het postkantoor. Kutjes zijn op de post gedaan. Ik zal jullie eventjes neerzetten. En het pakketje laten zien. Die ik heb mogen ontvangen van Star Fashion. Ik zal een Instagram eventjes in de beschrijving zetten. Maar ik mocht bij hun iets leuks uitzoeken. En ze hadden een heel leuk setje. Ik had hem eerst in het zwart gezien, maar die had ze helaas niet meer. Maar ik weet niet of je de kleur al kunt zien. Maar ze hadden dus ook nog een beetje een roest oranje kleur. En ik dacht dat is echt super leuk voor de winter en voor de herfst. Dus heb ik die uitgekozen. Het heet dus het twin setje. En ze hebben hem in het beige, zwart, geel en oranje uit mijn hoofd. Althans, ik vind het niet echt oranje. Ik vind het meer ja, een beetje een roestbruin. Ja, herfstkleurtje. Als allereerst een rokje, want het bestaat dus uit twee delen. Uit een rokje en uit de top. Dit is het rokje. Het is van zo'n hele zachte... Ja, ik weet niet of jullie Reinders... Nou, ik denk dat iedereen Reinders kent. Maar die hebben ook van die twin sets. En dat is ook van zo'n stofje, van zo'n ribstofje. Dit is in de maat SM. Ik zal het zo meteen eventjes aanpassen, maar de kleur vind ik in ieder geval echt heel erg leuk. Hij heeft twee zakjes voorop. En daar hoort dus ook nog een bijpassende top bij. En dat is deze. De top vind ik echt onwijs leuk. Dat zag ik al op de foto. Ik dacht dat is ook sowieso heel erg leuk op een leerbroekje of op een leerrokje. Of op een ander soort broek of zo. Hoeft niet per se in deze combinatie. Maar het is natuurlijk wel heel leuk. Kijk, het is gewoon een simpele trui. In dezelfde kleur met zo'n heel leuk colletje. Dan is dit het setje als ik hem aan heb. Ik heb het kraagje eventjes omgeslagen omdat ik anders echt zo'n... dik hoofd krijgt. Dat vind ik nooit mooi bij mezelf. Ik zou er zelf wel nog wat gouden kettingjes bij doen bijvoorbeeld. Of misschien deze top wel met een leerrokje of zo. Of een ander soort rokje. Want ik vind dit zo wel ietsjes te voor mij doen. Ik weet niet. Ik zou eerder de dingetjes losdragen. Maar het kan dus wel samen. Het Instagram account van waar ik dit heb mogen ontvangen zal ik eventjes voor jullie in de beschrijving zetten. De top ben ik wel echt verliefd op. Kijk, ik heb hem nu eventjes met een flarebroek aan. Zie je ook het model van die trui wel beter. Die trui vind ik echt heerlijk. Ik heb eventjes de video van Naked verder bewerkt. Ook gelijk geüpload. Ingepland voor vrijdag. En ik heb eventjes wat aanpassingen gedaan aan een videostukje voor een samenwerking. Ik heb ook eventjes deze trui gedaan. Want die zit gewoon echt zoveel chiller. En toen besefte ik me opeens dat het al 7:50 was. En ik nog steeds niet heb avondgegeten. En er ook niet echt iets in huis is. Dus ik ga eventjes naar de Albert Heijn lopen. Maar ziet er echt niet uit. Om eventjes avondeten te halen. En de weekvlog van Fleur zou geen weekvlog zijn als er geen pakketje was. Ik had in de weekvlog van Demi... Oh, ik krijg een berichtje. Ik krijg nooit berichtjes. Nee. Maar ik had in de weekvlog van Demi volgens mij gezien dat zij een blouse had besteld bij de Zara. En ik dacht echt, die moet ik hebben. Hij was maar €20. Dus ik ging op de Zara-site kijken. Maar daar was hij uitverkocht. Dus ik had me zeg maar ingeschreven voor zo'n melding voor als hij weer binnen was. En toen van de week was hij binnen. Dus toen heb ik hem gelijk besteld. En hier is hij dan. Ik vond het echt zo'n leuk blouseje. Ik dacht ook met een leuk leerrokje of iets. Ja, ik zag het wel helemaal voor me. Ze hadden hem ook nog in het blauw. Maar ik vond deze beige kleur wel leuk. Hij is wel echt mega groot. Maar dat maakt niet uit. Ik heb hem in een maatje XS besteld.
En dat was dus maar 19,95. Nou, dat vond ik echt geen geld. Het is dus een blouseje met een beetje, hoe noem je dat spul? Corduroy of zoiets noem je dat. Ja, je ziet dat de laatste tijd echt vet veel. Je had hem ook in het licht babyblauwachtig. Maar ik vond hem wel leuk. En dan zeg maar zo en dan tot de helft open. En dan een beetje zo half op je schouder. En half in een leerrokje of iets. Ja, ik zag het helemaal voor me. Dus deze, die komt dus van de Zara. En die ga ik gelijk eventjes in mijn kast hangen. Anders ga ik dat natuurlijk ook in mijn handen even doen. En als ik dat heb gedaan, ga ik eventjes boodschappen doen. Of daar even salade halen of zo. Ik heb vast een salade of iets. En dan lekker avondeten. Ik ga ook eventjes wat te eten voor Miu meenemen. Want die komt straks bij mij slapen. Dus heeft hij ook eventjes wat te eten. Dat is wel zo lief. Dus dat. Oh, mijn haar. Ik irriteer me echt dood aan haar. Het is donderdag vandaag. Ik ga vandaag inkoop doen met Char van Vlot. 6 uur over 5 minuutjes. Ik ga even mijn laatste spulletjes pakken. Even mijn. Waar zijn mijn pasjes? Oh, waar zijn mijn pasjes nou? Boven hoop ik. Ik ga even boven kijken. Char is hier over 5 minuten. En dan gaan we, dus zoals ik al zei, een nieuwe inkoop doen voor Vlot. Vlot is onze kledingwebshop. We zijn nu in de sale. Oh, daar ligt ze beter. We zijn nu in de sale. Maar over een tijdje willen we de nieuwe collectie uitbrengen. Dus daar gaan we vandaag voor kijken. Ik ga jullie lekker meenemen. Ik heb echt onwijs veel honger, want ik heb dus nog niet ontbeten. En ik heb een beetje... Of althans, ik had net een beetje haast. Want Miu die had hier geslapen, maar die moest om 12 uur werken. Toen moest hij douchen. Ik moest nog douchen. Hij moest nog ontbijten, dus ik heb ontbijt voor hem gemaakt. Jezus, ik ben helemaal bij het adem. Ik heb echt de basicst, saaiste outfit ever aan. Maar het boeit me echt niet. Deze trui van Daily Paper, die is van mijn broertje. Maar we hebben dezelfde maat. Dus die heb ik lekker aan. Mijn zwarte flarebroek. Rooi Isabelmarans en mijn furletasje. Want het is er altijd waar wij inkopen. Echt mega, mega heet. Ik heb het nu ook weer mega heet. Charlie appte net dat ze er over 5 minuten is. Dus dat kan nu ieder moment zijn. Ik ga eventjes... dit in mijn tasje doen. En dan... ik heb wel echt super veel zin om weer in te kopen. Want er is nu, als het goed is, allemaal nieuwe wintercollectie. Althans, dat hoop ik. Dat er allemaal nieuwe wintercollectie is. Daar gaan we wel van uit. We hebben al een paar broeken ingekocht. Ik ga nog niet vertellen welke. Maar we hebben dus al een paar broeken. Dus we gaan nu gewoon kijken voor de rest van de collectie. En als je dat nog niet wist, er is 30% op de gehele oude collectie van Vlot. Met de code NIEUWSTART. Ik zal eventjes een linkje in de beschrijving zetten van onze webshop. Maar dus op de hele collectie krijg je nu 30% korting. Dus als je daar gebruik van wil maken, doe dat lekker. Ik weet nog niet precies wanneer de nieuwe collectie online komt. Sorry, het is echt heel irritant dat ik aan het filmen ben en aan het lopen tegelijk. Maar anders ga ik het gewoon niet redden. Ik heb eventjes water gepakt. Check. Telefoon, check. Huissleutels. En camera, standaard ding voor de auto. Check. Eten, pasjes, tampons, oplader. Oké, volgens mij heb ik alles. Dus nu zit het wachten tot charter is. En dan gaan we lekker inkopen doen. En ik ga jullie meenemen. We gaan lekker inkopen. We zijn er al bijna volgens mij. Ja, we zijn er al bijna. Ik ben echt heel benieuwd wat ze allemaal hebben. Ik ook. Zal ik dat nemen? Ja, die wil ik. Goedemiddag, zegt u het maar. Hi, mag ik 1 limonade alsjeblieft? Die hebben we helaas niet meer. Dat is jammer. Dan een ijsfrappé, welke wil jij? 1 karamel en 1 witte chocola framboos. Ja. En wat wil je? Ik wil 1 hamburger zonder augurk. 2 hamburgers zonder augurk, sorry. 2? Ja, 2. Dan heb je nog wel zoete aardappelfriet? Die hebben we ook niet meer. Dan graag een medium friet. Met frietsaus. Doe maar een grote. Sorry, dan doe ik met jou. Ja, dan doe ik met jou. Met frietsaus? Ja, 2 alsjeblieft. Ja. En, zullen we de kipnuggets doen? Ja. En 9 kipnuggets. En wat staat daarbij? 1 frietsaus en 1 zoetzuur alsjeblieft. Dat was hem? Ja, dat was hem. Voor dan 56 minuten doorrijden. Dank u wel, werkzaam. Ja, ik ga een daar, dat was het weer voor vandaag.
Oké, okay, ik heb hier een hele zak. En die moet dus mee naar huis. Oh! Ik? Een witte vlek op mijn broek. Oh. Ik weet niet wat het is. Jongens, denk zo lang naar je kijken. Ik weet niet wat het is, maar maakt ook niet uit. Char gaat me nu heel lief naar huis brengen. Dan ga ik dit eventjes allemaal in mijn kamer neerleggen. En dan mijn spullen pakken en mijn mama slapen. Oh. Huh? Ik woon echt precies op de vader. Ja, oké, wacht. Ik ga dit even wegleggen. Was dat daarvoor? Ik ben weer thuis van inkopen doen. Het was echt best wel gezellig. Maar ik heb echt ontzettend veel buikpijn van de McDonald's. Dat hadden we echt niet moeten doen. Maar ik zal jullie eventjes een kleine sneak peek geven. Een van de dingen uit de nieuwe collectie is namelijk deze ja, legergroene geripte flarebroek. We hebben hem vorig jaar ook al in het roze in de collectie gehad en in het lichtgroen. Maar we hebben hem nu dus ook in het legergroen. En ik kan wel verklappen dat dit niet de enige kleur is die we hebben. Ik heb hem ook voor mezelf. We hebben deze keer ook de hele collectie voor onszelf ingekocht. Doen we normaal nooit. Maar ja, dat kan nu gewoon. En ja, dan zijn we ook een soort van ons eigen reclamebordje natuurlijk. Dus dat is heel erg leuk dat dat nu gewoon kan. Dus ik heb hem ook voor mezelf. Maar de rest ga ik nog niet aan jullie laten zien. Midden oktober ongeveer komt dus, als het goed is, de nieuwe collectie online. We gaan van de week eerst eventjes Charder zolder helemaal opruimen. Zodat we gewoon even een rustige plek hebben voor alles. Want het is daar nu gewoon echt één grote bende. En je kan daar gewoon echt niet rustig je ding doen. Dus dat gaan we eerst van de week eventjes helemaal samen opruimen. We hebben bij de IKEA een kastje besteld waar we alle spullen in gaan doen en zo. En we gaan het gewoon eventjes ietsjes beter aanpakken. Dus dat. Ik ga eventjes mijn spullen pakken en dan ga ik naar mijn moeder toe. Want ik ga daar eten en slapen. En Miel die moet werken tot 8 of 9. Maar hij heeft mijn scooter. Dus als hij dan klaar is met werk, komt hij naar mij. En dan ga ik hem thuis brengen, want hij slaapt vanavond thuis. Want ik moet morgen echt al om 7 uur opstaan. Dus dat is voor hem natuurlijk ook niet lekker. Dus hij slaapt vanavond gewoon thuis. Morgen moet ik weer stage lopen van 9 tot 6. En daar heb ik echt geen zin in. Maar goed, het moet. Niet stage bij de spa trouwens, maar stage bij mijn eigen stagebedrijf. Maar oké, ik ga eventjes deze tas en alles opruimen. En dan mijn spullen pakken. En bij mijn moeder slapen en eten. Oh, en ik heb trouwens bij mijn moeder echt iets ontzettend leuks staan. En dat is ook van het merk van dit kettingje. Maar ik heb er dus ook een sieradentasje. Maar dat zal ik zo meteen wel eventjes laten zien als ik bij mijn moeder ben. Want is dat bij haar? Ik ben bij mijn moeder. Mijn moeder is eventjes een Temptation aan het kijken. En ik zit heel eventjes in mijn kamer. Want ik heb namelijk van een collegaatje van mijn moeder van het merkje Espero twee sieradentasjes gekregen. Die wilde ik graag eventjes aan jullie laten zien. En ook heb ik van haar dit super schattige kettingje gekregen met een hartje en een sterretje. Hij is van echt zilver met een goud laagje eroverheen. En ik weet niet of jullie het al is opgevallen, maar ik heb hem dus al heel de week om. Ik heb ermee gezwommen 2 keer. Ik heb ermee gedoucht en hij is nog steeds echt super mooi. Dus hier ben ik heel erg blij mee. Dus die is ook van haar. Die heb ik ook daarvan gekregen. Maar dus ook 2 make-up tasjes. En het leek mij wel heel handig om dat eventjes met jullie te delen. Dus dat ga ik eventjes doen. Ik ga jullie eventjes neerzetten. Ik heb namelijk 2 sieradentasjes ontvangen. Of nou ja, eentje voor mijn moeder en eentje voor mij. Maar ik dacht het is wel heel erg leuk om ze gewoon allebei te laten zien. Dat jullie dus weten welke kleurtjes er zijn. Ze hebben in totaal 4 kleurtjes. Een zwarte, een beige, een legergroene en een rode. Ik heb hier de groene en de rode. Dus die ga ik eventjes aan jullie laten zien. Ik heb hier als allereerste groene. En ik vind dit kleurtje echt onwijs mooi. En het is dus een sieradentasje. Wat dus super handig is voor het reizen. Of als je net zoals mij af en toe van huis moet verwisselen. En wel al je sieraden mee wilt sjouwen. Is dit gewoon super handig. Want hij is lekker klein, compact en er past super veel in. En er is dus ook een rode variant. Of nou, ik vind hem af en toe een beetje roze lijken. Maar af en toe is hij ook weer een beetje rood. Op camera lijkt hij wel echt rood. Maar hier zo in het echt nu lijkt hij ook wel heel, heel donkerroze. Maar ik vind het echt een hele mooie kleur. En ik zal eventjes laten zien hoe die er dus van binnen uitziet. En als je hem dus openmaakt, zie je dat je hier je oorbelletjes kwijt kunt. Je kunt met dit knoopje kun je ze openmaken. En dan kun je je oorbelletjes eraan vastmaken. En dan hieronder heb je nog zo'n, ja, bandje eigenlijk. En daar kan je je ringetjes omheen doen. En die kan je dan ook zo hier vastknopen. Zodat je hier al je oorbelletjes en hier al je ringetjes hebt zitten. En dan in het onderste vak zitten er nog allemaal tasjes. Waar je dus bijvoorbeeld gouden kettingjes in kan doen. En dan hier doe je bijvoorbeeld je zilveren kettingjes. En dan doe je hier je armbandjes. En dan zitten er ook nog 3 losse tasjes in waar je overige sieraden in kan bewaren. Zodat niet alles in de knoop gaat. Wat echt super handig is, want bij mij
hou ik al mijn kettingjes altijd in de knoop. Het is echt een wonder als mijn kettingjes en armbandjes niet in de knoop gaan. Dus dit is super handig. En wat ook nog heel handig is, is dat er van binnen ook nog een opbergruimte zit. Bijvoorbeeld voor horloges of hele grote armbanden of hele grote oorbellen of iets. Ik weet niet. Je kan het zo gek niet bedenken en je kan het hier gewoon instoppen. En super chill voor als je net niet genoeg ruimte hebt aan dit tasje. Kan je hem aan de onderkant openritsen. En dan kan je hem dus zeg maar verlengen. En dan heb je dus van binnen nog meer ruimte om nog meer sieraden mee te kunnen nemen. En dan doe je hem gewoon weer dicht zo. Hoop, zakjes erbij. Ritsje dicht. En dan is het dus heel makkelijk om gewoon al je sieraden lekker bij elkaar te vervoeren. Als je bijvoorbeeld op vakantie gaat of een weekendje weg of gaat logeren of iets. En niet dat al je sieraden in de knoop raken. Ik weet altijd dat heel veel mensen op zoek zijn naar sieradtasjes van de Action of van weet ik veel welke winkel om het mee te kunnen nemen. Je hebt ook heel veel van die doosjes altijd, maar die doosjes zijn heel hard. Dat is gewoon niet heel makkelijk om mee te nemen in je koffer. En dit is natuurlijk gewoon van leer, dus kan je lekker wegen, lekker makkelijk inpakken, lekker proppen in je koffer en al je sieraden zitten er gewoon in. Dus dat is super handig. Dus ik ben hier heel blij mee en ga hier zeker beter gebruik van maken. Ik kan alleen echt nog niet kiezen welke kleur voor mij is en welke voor mijn moeder, maar ik denk dat ik haar gewoon laat kiezen. Wij gaan zo lekker eten. Mijn moeder is nu nog even Temptation aan het afkijken. Ik ga eventjes de video van Rosa kijken, denk ik. En dan gaan we zo meteen lekker wraps eten. Daar heb ik echt heel erg veel zin in. En morgen moet ik weer stage lopen en daar heb ik echt totaal geen zin in. Maar ja, zaterdag moet ik ook thuis lopen, maar dat is in de spa. Dus dat valt op zich wel mee. En zaterdag zijn mijn broertje en mijn moeder ook jarig. Dus in de avond vieren we de verjaardag van mijn broertje bij mijn moeder thuis. En dan volgend weekend bij mijn vader thuis. Dus hij kan wel lekker twee keer zijn verjaardag vieren dit keer. Van zo'n dag inkopen doen word je echt best wel moe. Dus ik ga even lekker filmpjes kijken. En dat ik dat in de woonkamer ga doen, want ik zit even gezellig bij mijn moeder. En dan gaan we zo meteen lekker eten. Zaterdag vandaag. Ik film eventjes met mijn telefoon omdat ik gisteren mijn camera bij mijn moeder ben vergeten. Maar ik ben vanavond weer bij mijn moeder, dus heb ik mijn camera weer. Ik moet vandaag stage lopen in de spa van 12 tot 8. Ik ga eventjes deze twee broodjes opeten. En dan moet ik over een kwartiertje Sam ophalen. Dat is een meisje uit mijn klas, die moet ook. En die woont hierachter, dus ik dacht dan kunnen we net zo goed gewoon lekker samenrijden. En er is een pakketje van de weekend binnengekomen. Want ik had in de weekvlog van SME gezien dat de make-up bij de week om dus heel goedkoop was. En toen ging ik eventjes kijken. En toen zag ik natuurlijk weer wat. Dus ik zal eventjes laten zien wat ik besteld heb. En het is trouwens echt super snel binnen. Want ik heb het gisteren rond 10 uur 's avonds besteld. En het is nu 11 uur 's ochtends ongeveer. Maar ik had dus twee concealers besteld van Maybelline. Echt totaal iets wat ik niet nodig heb. Maar ik wilde gewoon wat bestellen. Ik ben echt verschrikkelijk. Ik heb als eerste kleur 20 cent. En het is die Fit Me Concealer. En die was dus maar 4 euro. En in de winkel is die iets van 10 of zo. En dan heb ik ook nog de kleur 010 Light. En ik dacht, ja, ik weet niet welke kleur ik nodig heb. En op het internet ging ik een beetje opzoeken. En toen dacht ik, deze twee zullen wel goed zijn. Dus die heb ik besteld. Maar zoals je misschien kan zien, heb ik mijn make-up al gedaan. Dus ik kan ze helaas niet uittesten nu. Ik ga eventjes snel eten. Als ik klaar ben met stage, ga ik naar mijn moeder. Want mijn moeder en mijn broertje zijn vandaag jarig. En daar gaan we een verjaardag vieren. Dus dat is heel erg gezellig. Komt allemaal familie en zo. Dus dat is wel heel erg leuk. Maar ik ga nu even opschieten. Want ik heb een klein beetje haast. En het is echt heel raar om met mijn telefoon te filmen. Dat heb ik echt al anderhalf jaar niet gedaan of zo. Maar goed. Ik zie jullie na stage. Het is zondag vandaag. Ik ben, zoals jullie kunnen zien, wakker geworden in de kamer bij mijn moeder. Want gisteravond vierden mijn moeder en mijn broertje hun verjaardag. Want ze waren gisteren jarig. Ik heb gisteren volgens mij niet echt heel veel meer gefilmd. Want ik moest dan 12 tot 8 stage lopen. En de verjaardag begon om 7:30. Dus toen heb ik me thuis super snel omgekleed. En toen ben ik hierheen gegaan. En toen ja, daar eigenlijk gelijk gaan slapen. Het is nu volgens mij 12 uur. Mijn telefoon ligt daar. Ik kan niet kijken. Maar het is volgens mij 12 uur. Ik ga zo meteen naar het huis van mijn vader toe. Want ik moet even mijn kamer opruimen. Shiatsu leren. Even een naked Instagram shoplog opnemen. Even filmen. Ik moet nog een ander stukje filmen. Dus dat ga ik vandaag lekker doen. Sam die gaat zo meteen voetballen. Dus dan mag ik even een stukje bij me achterop. Want gisteren ben ik met Miel met de auto hier naartoe gekomen. Maar hij is weer met de auto naar de voetbal toe. Dus anders moet ik lopen naar huis. En het is op zich niet heel ver. Het is een kwartiertje lopen of zo.
Maar als ze hem eventjes aan het eind van de straat wil afzetten, dan is het heel chill. Want hij gaat toch naar de voetbal, dus hij rijdt er toch langs. Dus ik kan lekker achterop. Ik ga hem eventjes aankleden. Eventjes mijn bed opmaken. En dan naar huis. Ik heb zo geen zin om mijn kamer op te ruimen, maar het moet echt. Het is echt een grote troep. Alweer. Maar ik ga eerst eventjes die Naked Shoplog zo meteen opnemen. Oh ja, en ik ga even een lekker maskertje in mijn haar doen. Bibi heeft gisteren een vlecht in mijn haar gemaakt. Het moest hem erin laten zitten. Dus Bieb, hier zit hij. Bibi is mijn nichtje. Achternichtje, nichtje, hoe je het wil noemen. Maar ik ga even lekker een masker in mijn haar doen, want daar heb ik echt zin in. Soms kan ik me er zo erg op verheugen om lekker een maskertje in mijn haar te doen of op mijn gezicht. Dus dat is wat ik ga doen. Ik heb net ook een gezichtsmasker besteld. Ik ging de vlog van Reinders kijken. En ze hadden erin een Clay & Glow masker. En ik was er zo zwak om het ook te bestellen. Maar er was wel 15% korting. Want ze hadden een kortingscode, dus die heb ik wel gebruikt. Maar ja, ik heb toch weer een masker voor 30 euro besteld. Maar ja, er staat dus dat hij heel goed is. En ook allemaal recensies op die site zo dat hij heel goed is. Dus ik ben benieuwd. We gaan het zien. Ik hoop dat hij deze week binnenkomt. Want dan kan ik hem lekker op mijn gezichtje doen. Dus ja, ik ga me eventjes omkleden. En naar het andere huis toe. Het is alweer een hele tijd later. Het is alweer 19:30 s'avonds bijna. En ik heb eigenlijk heel de dag lekker in bed gelegen. Video geëdit. Klein beetje geleerd. Heel klein beetje mijn kamer opgeruimd. Ik heb een masker in mijn haar gedaan. Ik heb lekker gedoucht. En ik lig hier nu in mijn pyjama broek en dit grote shirt. Te wachten tot Milan thuis is. Want als hij thuis is, ga ik lekker naar hem toe. En dan blijf ik bij hem slapen. Maar hij is nu nog op de voetbal. Dus ik moet eventjes wachten totdat hij thuis is. En dan ga ik naar hem toe. Wel ga ik binnenkort iets heel leuks voor jullie opnemen. Of nou, althans, ik heb meerdere leuke ideetjes wat ik binnenkort wil gaan opnemen. Ik wil een herfst- en wintershoplog opnemen. Ik wil... Regent het nou zo hard buiten? Oh my god, dat regent echt heel hard buiten. En daar moet ik zo meteen doorheen. In de regen. Naar Miel. Oh mijn goedje, oké. Maar wat ik dus wilde zeggen, ik wil een herfst- en wintershoplog gaan opnemen. Ik wil een skincare routine video op gaan nemen. Ik wil leuke video's met vriendinnen opnemen. Ik wil gewoon wat meer leuke video's ook op de vrijdag en zo voor jullie plaatsen. Dus als je nou nog leuke ideeën hebt, laat eventjes weten in de reacties. Want ik weet dat skincare best wel vaak wordt aangevraagd. Dus die ga ik sowieso doen. Een WhatsApp op mijn iPhone wordt ook best wel vaak aangevraagd. Dus misschien dat ik dat ook ga doen. Ik vind het zelf nooit zo heel erg leuk om te zien of om op te nemen. Dus daar moet ik nog eventjes over nadenken. Maar een everyday make-up routine of iets. Of een get ready lijkt me ook heel erg leuk om op te nemen. Dus dat. Ik ga natuurlijk binnenkort van kamer wisselen met mijn broertje. Dus daar wil ik ook een soort aparte losse video van maken. Hoe we dat gaan doen, zeg maar. Hoe ik mijn kamer weer helemaal ga verven en opnieuw ga doen. Ik leek trouwens echt koud, maar dat komt omdat mijn haar in staart zit. Maar ik ben alweer veel te lang aan het praten. Dus ik ga lekker de weekvlog afsluiten. En moet verzamelen om zo meteen door die mega harde regen te rijden met de scooter. Maar dat komt wel goed. Volgende week wordt ook een hele leuke week. Want dan ga ik zaterdag met Rosa naar Amsterdam. En we gaan naar de Colorful Rebel Sample Sale. En daarna gaan we gewoon nog eventjes Amsterdam. Dus dat is heel erg leuk. En wat ga ik nog meer doen deze week? Geen idee nog. Dat zien jullie allemaal in de volgende weekvlog. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. En dan zie ik jullie volgende week weer.